Mijn naam is Tony Mol. Ik ben algemeen directeur van Startblok. Een bouwer van kant-en-klare woningen die de fabriek uitgaan en in 5 dagen gebouwd worden. We zijn ons derde woningmodel aan het uitontwikkelen. Dat vraagt natuurlijk de nodige ontwikkeltijd en kennis en expertise. Er is veel bij onszelf in huis, maar dan merk je toch wel dat je een partnerschap hebt met een dijker die in dit geval kennis en ervaring meebrengt en ook meehelpt ontwikkelen aan dat product. En ik denk dat je daarmee ook efficiëntieslagen in je proces maakt. Ik ben Gwendolyn Loijs, sinds januari 2022 actief bij Dijka als Business Development Manager. Wat inhoudt dat ik me bezighoud met de ontwikkeling van onze prefab-activiteiten. Op het moment dat de vraag binnenkomt, dan houdt de afdeling E&C zich bezig met het verzoek. Zo'n opdracht die komt bij onze zaagafdeling ten eerste. Daar wordt het buismateriaal gezaagd en vervolgens komt het naar de afdeling hier. Als die af is, dan hebben we deze schacht van ruim 8 meter. En die moet op transport. Daar komt speciaal transport voor. Daar laden we hem op. En dan leveren we hem af bij de klant op het moment dat hij hem wil hebben. Startblok is natuurlijk een fabriek. Daar hebben ze een bepaalde flow. Dus wij kunnen precies leveren op het moment dat zij hem ook kunnen gaan verwerken in de woning. Zodat ze ook weinig voorraad aan hoeven te houden. En die schacht precies op het juiste moment geleverd wordt. Ik ben Dion Postumus, manager productie en inkoop. Nou, werken met prefab zorgt ervoor dat wij ons precies kunnen richten daar waar we goed te zijn, woningen bouwen. En aan de andere kant zorgt prefab ervoor dat wij gebruik maken van de materialen die we echt nodig hebben. Dus we hebben minder verspilling en kunnen daarmee ook onze doorlooptijd uiteindelijk gaan verhogen, zodat onze productie veel efficiënter verloopt. Mijn naam is Jan van der Rast, ik ben BIM-specialist bij Dijka. Werk op de afdeling Engineering en Consultancy en geef daar adviezen omtrent installatie, maar voornamelijk ook rondom Revit en 3D-modellering. Bij de eerste gesprekken met Startblok kwam vrij vlot de wens naar voren om maximaal mogelijk prefab te leveren. Vooral de leidingsets, maar daarnaast werd ook de wens geuit om de schacht als één geheel te leveren. Dat is gelukt. Het is alleen een prefab van 8,5 meter geworden, dus dat was dan weer de volgende uitdaging. Hoe gaan we die transporteren? En daarvoor hebben we een drager ontwikkeld waar we dus 4 dezelfde schachten bovenop elkaar kunnen gaan leggen. Ik zie de samenwerking met Dijka echt als een langdurige samenwerking. Sowieso is in ons hele woningontwerp duurzaamheid een speerpunt. Maar wij vinden dat ook heel belangrijk in de relaties en de partnerschappen die we aangaan. Dus als ik dan aan Dijka denk, dan hoop ik en dan denk ik dat wij een langdurige samenwerking met elkaar hebben. Omdat de markt niet stilstaat en we ook door zullen moeten blijven ontwikkelen. En ik denk dat we daar samen elkaar in kunnen bekrachtigen.